1, zeg 2. Maar als zij ze 2 doet, moet je deze kant op. Dus als ik zeg 1, gaat die kant op. Als ik zeg 1, doet die kant op. Dat is best wel een essentieel punt in dit verhaal. Iedereen mag bepalen welke kant op gaat. Dus ik zeg 1, Alan zegt 2, dan gaat het weer mijn kant op. Dus ik zeg 3. Farts. Bij farts gaat het andere kant op. Ja. Dus zeg farts, gaat het die kant op. Maar 4 moet je kort zeggen. En dan? 7.